het hele seizoen vruchteloos naar op zoek geweest. Maar misschien was dat allemaal met dit in het achterhoofd. Het moet in de Tour komen en niet eerder. Ja, er werd ter discussie gesteld door de grote man van dienst, Vino Kurov. Die vond dat het niet goed was, dat het meer moest zijn. Een beetje druk op de ketel steken. Ja, niet naar gelang zijn loonzakje. Dat naar de 4 miljoen euro zou gaan. Daar zit Ter Fabian. Zou uiteraard geen missen winnaar zijn. En als je nu eens kijkt naar het rijtje van winnaars, dat is makkelijk. 3 keer Kittel, daar Nibali bij. En dan mag je hier toch ook wel een grote naam verwachten. Laten we zeggen, in de eerste toerweken altijd grote namen. Het wil wel eens keren zo naar het einde toe, als ze groepjes in de Pyreneeën laten rijden. Ja, dat we zogezegd de overgangsetappes krijgen. Dit is wat Van Marken voorspeld had. Die tussenstroken die worden zo groot dat je niet echt het Paris-Roubaix-effect hebt. Alhoewel, daar heb je ook tussenstroken. Ja, we gaan dat straks toch wel krijgen. Hè. Naar het einde toe, Michel, zoals je daarnet al zei, strook 4. Tot en met de aankomstlijn hier, dan stopt het eigenlijk niet meer. Dan, hier Dries. Totaal een ander gegeven. Dries Deveneins. Samenstelling van de kopgroep voor Astana. Nibali, Fuglsang, wat rijdt hij goed. Westra, Sagan zit alleen. Boom en Van Marken voor Belkin. Omega Pharma Quickstep, 4 stuks. Kwiatkowski als kopman. Martin, de vroege aanvaller. Renshaw en Matteo Trentin, die komt van de cross. Die heeft dus ook een evenwichtsgevoel. Galopin, dan hebben we Cancellara. Zit geïsoleerd. Lemoine voor Cofidis, ook hij alleen. En dan nog 3 mannen, zoals José al een paar keer zei, voor Orica Greenwich. Clark, Heyman en Jens Keukeler. Die snel is. We moeten nog over de stenen komen. Het zwaartepunt van deze etappe moet nog komen. Dan tel ik 2 landgenoten, José. Van Marken en Keukeler. Hier beginnen we aan strook 4. Van Marken weer op de voorposten. Naast Matteo Trentin, of daar vlak achter. Mannen van Lefevre-Nagen onderweg met een aangepaste trui. Met daarop de klaproos met de cijfers 14-18. Ja, vergeet niet dat ze het vorig jaar ook met andere mensen dan met Cavendish gedaan hebben. Hè? Ik denk aan de overwinning van deze Trentin. Ja, Lyon dacht ik. En hoe? Niemand gaf er nog een cent voor op 100 meter van de streep. Maar hij kwam er nog wel overheen. Nibali vlak voor Cancellara uit. Cancellara met de luxe dat hij naar niks of naar niemand moet uitzien. Wat is daar aan de hand met probleem voor Van Marken. Probleem voor Van Marken. Ik denk, ja, hier, kijk, Lars Boom die probeert iets te zeggen. Lekker band. Ik denk het. Kijk naar het dokkeren van de fiets van Nibali. Wat meer dan bij Boom die veel vaster, veel geëikter zit. Nibali, 263 kilo, veel meer zal het niet zijn, hè. We zien er geen Van Marken voorbij komen, dus Van Marken, lekker band, denk ik. Dus nog 1 Belg vooraan. Of in ieder geval toch een probleem met de fiets. In onze etappe. Hier is Roelands. Voor Van den Broek uit. Hier zit Iglinski. Hier zit ook Langeveld. Hier zit ook... ik dacht Van Summer, maar het is hem niet. Het is Jack Bauer die er helemaal achteraan rijdt. Lekker band voor Van Marken. Jammer. Jammer dat Roelands hier zit al. Heeft hij natuurlijk nu wel zijn consignes gekregen dat hij Jurgen van den Broek moet beschermen. Contador volgt op 1 minuut en 5. Talensky moet er nog ergens tussenin hangen op 1, wat op 35 seconden. En daar de grootste kasseistamper aller tijden. Ik zie het niet goed. Een beetje verweerd de kop, maar toch nog altijd met een status. Talensky op 53 seconden wordt daar gezegd, komt dat door op 1-9. Nibali doet nog altijd de beste zaak. Wie had dat durven voorspellen? Hey, kijk, Nibali vechten. Ja, jongens. Niet overmoedig worden, Vincenzo. Nee, dat is het gevaarlijke. Hij moet hier niet gaan voor etappewinst. Hij moet hier gewoon gaan voor overleven. Niet te veel mannen proberen voorbij steken als het niet nodig is. Het is zoals je zei, het is een evenwichtskunstenaar. Anders daal je niet zoals hij dat kan. Renshaw ook echt vast, hè? Ja, die fiets laten doen, hè. Dus ja, Renshaw van de piste af. Niet direct van de lichtste. Het is Sagan op kop nu. Met Kwiatkowski en Lars Boom.
Boom die zo van die tussenversnelling had, want wat kleine verzet kan plaatsen. Die doet pijn, hè. Dit is zo'n Parijs-Roubaix-versnelling waar de rest om de moeder roept. Ja, Boom, wedstrijden van 250 kilometer goed, maar dit ligt hem nog beter, denk ik. Dat gegeven van 155 kilometer, zelfs nog iets minder. Zie naar die handen, die grepen van Nibali. Hoe die afzien. Hoe dat stuitert. Ja, maar toch nog met de vingertjes aan de remmen. Straks met Blaren, hoor. Ja, die zal hij er graag bij nemen. Van Petegem heeft hem geleerd hoe hij zijn stuur moest pakken. En hoe hij moest gideren, zou je kunnen zeggen. Fuglsang hier. Moet hij eruit? Of rijdt hij vooraan? Ah, moet eruit. Dit is Kwiatkowski, hier Sagan. Ja, Kwiatkowski, Sagan en Fuglsang in derde positie. Die moeten eigenlijk wachten op... Op Nibali. Ah, hier achter Boom. Boom. Boom dus, kop van de koers. Einde van sector nummer 4. We gaan nu heel snel naar sector 3 en hij weet dat. En op die manier is het... Is het wegvallen van Marken voor hem een bevrijding? Ja. Ja, toch? Ja, zo gaat het in het leven, hè. Door Alex en Lex. Ah, doe het teken. Ja, kom aan. Kunnen volgen, hè. Ja, kom aan. Sagan, Kwiatkowski, Fuglsang, mannen die er allemaal vooraan staan op 2 seconden. Dus wanneer Nibali niet bij deze mannen blijft, krijgen we een nieuwe gele trui. Al was het maar voor even. Hopla. Oh. Daar maalt Sagan niet om, hè. En Cancellara ging daar zelfs heel even breed uit de bocht. Ja, het verwondert me een beetje dat Cancellara voorlopig nog geen trap gegeven heeft. Hè? Nee, dus zou het wel eens kunnen dat hij toch nog niet echt op zijn best is. Tenzij hij straks verrast met een finale uitval waar niemand nog wat kan tegen doen. Nibali die nu weet, nog 21 kilometer gewoon mijn eigen ding doen. Was ook in Zwitserland nog nergens echt top op die tijdrit na waarin hij vierde werd. Nou, José. Niet vaak op achterstand binnen, hè? Ja. Dat is niet goed genoeg voor een goede Cancellara. Of dat was niet goed genoeg voor een goede Cancellara. Maar dat had nog wel even tijd om hier beter te worden. En misschien gaat hij straks nog uitpakken en op die laatste strook of op die voorlaatste strook van 3,7 kilometer lang. Dan zijn we ondertussen dichter bij de finish. Goed. Lars Boom stelt nu vast dat hij de boel wat geschift heeft. Maar dat de kans misschien groot is dat deze nog terugkomt. Al komt de volgende strook er nu razendsnel uit. Het is wel zo dat hij doorrijdt op het ogenblik dat Van Marken lekker rijdt. Ja, maar ja, lek is lek. Waar zit die volgwagen? Hè? Dan moet je al gaan rekenen op die neutrale motor. Ik denk niet dat je hier kunt wachten. Zo, want hij gaat alles en iedereen terugkomen. Je zoekt er niks achter. Nee. Ja, 2 kopmannen aangeduid voor deze koers. Ja. En Boom is Boom. Boom is maar niet de eerste, de beste. Nu Sagan. Ja, die andermaal voelt van, ik kan deze etappe winnen. En ik heb er nog eentje gewonnen. En ik kan ook nog eens geel grijpen. Ik kan hier met andere woorden een enorme zaak doen. Maar ik zag hem ook zo gefrustreerd op dat podium kruipen na de 2e etappe, ja. Waarin hij zichzelf in de verdediging reed. En hij is altijd zo vermoedig, hè. Hij is altijd zo vermoedig. Westra hier nu met een hele grote versnelling. Zij vooral natuurlijk bezig. Ik denk niet zozeer met het redden van die gele trui. Want het zou misschien wel goed zijn in hun optiek dat die trui is overgenomen wordt door een ander team. Maar vooral Contador op achterstand zetten. Ja, daar zijn ze mee bezig. En Poort en Van den Broek. Alles en iedereen. Voorlopig doet hij, tenminste, de gele man die nu gaat terugkomen. De beste zaak. Terpstra brengt de hele boel, of wat er nog van overblijft, terug. Van de rest van de top 10 is niemand mee op Sagan na. Ja, maar je zit er wel met Kwiatkowski en zo. Die staat 19e. Maar ook nog binnen dat bestek van 2 seconden. Ja, daar is het hem juist. Hè. Dus moeten we het eigenlijk al gaan hebben over de top 21. Ja. Dus vanaf Telensky. Dan komt Thomas, die staat op 16 seconden. Team Sky vandaag, hoe dan ook, verliezende partij. Niet mee aan het front. En Froome kwijt. Nummer 3. Die van Brilon naar Varlin. Strook van 1400 meter. We kijken op de rug van Alberto Contador, die een paar mannen moet laten doorschuiven. Velits zit daar aan het wiel van Alberto Contador. We hebben het over Peter Velits, die nu voor BMC uitkomt. We kijken hier op de rug van Albassini.
Ja, ook een van die mannen die vooraan stonden. Vandaar dat hij even in beeld genomen wordt. Druk is gemist voor Nibali. Westra die onmiddellijk tempo gaat maken. En we zijn binnen het bestek van de laatste 20. Hè? Ja, het is te laat nu. Misschien dat er hier nog eentje staat. Of dat hij moet gaan bedelen bij een van de ploegmakers. Ja, dat zou kunnen. Hè? Dat zou logisch zijn. Hè? Meneer Westra, je kopman heeft dorst. Ja, dorst misschien nog niet. Bij deze omstandigheden, maar toch. Maar hij doet zijn job. Doet dat goed. Ja. Ook bij slecht weer een koude drinken, hè, José. Blijven drinken en eten. Eerste les, hè? Ja, ja. Les 1. Blijf recht. Les 2. Eten en drinken. Contador op 1,52. José. Ja. Talensky 1,34. En we zijn nog niet binnen, hè? Oei. Als dit zo doorgaat, dan gaat de schade nog veel groter zijn dan oorspronkelijk verwacht. Ja, en doet Nibali, maar dan ook Nibali alleen als klassementsman, de absolute beste zaak. Geen Van den Broek, geen Mollema, geen Valverde. Kijk aan de rug van Jack Bauer. Uiteraard geen Froome. Ook die pelotonnetjes, dat was te verwachten in deze zone, die worden nu uiteengetrokken, gesleurd, gereden. Dit is het groepje met Talensky. Probeert toch nog enigszins de schade te beperken op 1,5 minuut. Als er niemand in slaagt om weg te rijden. Of Sagan kan meeglippen op het juiste moment. En hij vergaloppeert zich niet. Dan kan hij mijns inziens deze etappe niet verliezen. Toch nog altijd uitkijken. We zitten dan nog altijd met... Ik zeg als er niemand wegrijdt. Hè? Ja, ja. We zitten er nog altijd met Cancellara. Hè? Die daar kijkt, nu op de trappeltjes loopt zo. Die zich heel gedijst houdt, niet naar voren komt. Heel rustig achteraan blijft. Ja, en ook in de Ronde van Vlaanderen. Het spel op die manier speelde, ook al reed hij daar op een weergaloze manier. Het gat op de koplopers dicht. Dat zijn we dan zo snel vergeten. Maar ik heb niemand anders zo'n actie weten doen. Maar dan in de laatste fase was hij ook de slimste. Hè. Ja, het is een killer. Hè. Hij heeft de leeftijd mee in dit geval. Vooral de ervaring mee. Als je 3 keer tweede kunt worden na een topsprinter in Milan-San Remo, ja. Dan kun je halve sprinters ook aan, hè. Lekker band. Lekker band en we zitten in het kamp van Perrault. De Age Desert. Perrault, dat is een van de betere mannen. Dat is in principe een kopman samen met Bardet. Bardet natuurlijk erg licht. Hè. Het zou me niet verbazen dat hij hier een lul van ettelijke minuten krijgt. Maar we hebben die niet echt opgevangen in het beeld. Toch nu een mannetje. Is dat Van Marken hier die hier op kop zit te rijden nu voor Mollema? Ik denk het, ja. Sepp Van Marken die nu werken opknapt. Achterstand van Contador loopt seconde met seconde op. Terwijl hij overstelpt wordt met bladeren, met sponsoren op waarom die toch niks aan hebben. Dus ga ik u daar ook niet lastig mee vallen. Het is daar een bewegen, een komen en gaan van mannen die wat achterop gebleven zijn. Contador onder meer die weer naar voren gesleurd wordt. Ik meen door Roach. We hebben ook er alle begrip voor dat de Franse televisie, France Télévision, hier onmogelijk alles in beeld kan brengen. En nog veel meer schade dan in Parijs-Roubaix. Ook al gaat het maar om 7 sectoren. Het heeft er alles mee te maken. Dit alles, dat peloton, alles behalve homogeen samengesteld is. Het is het meest heterogene peloton dat je voor dit werk kunt inbeelden. Ja, absoluut. Een peloton dat hier waar eigenlijk maar een paar renners of 10% van thuis horen. De rest is gewoon hier niet voor gemaakt. Wel voor naar hier gekomen, maar niet hier voor gemaakt. Talensky zou ergens aansluiten, maar waar? Die werd daar net op 1,35 gezet. Zegt Radio Tour, Talensky sluit aan. Waar is dat dan? We blijven bij Contador. Burgard. En Scheer. Ja. Van Marken die moet gaan meewerken. Daar zit Van Garderen. Daar heb je Van Garderen. Dat is een karakteristieke houding. Daar zit ook Valverde. En Geraint Thomas. Die vastgekluisterd is aan Richie Poort. Voilà, de op één na laatste. Dat moet dan de langste zijn.
Dit is die van Wandigny naar Orna. Gevaarlijke. En zou Cancellara durven wachten tot de laatste? 3700 meter op papier. Hij zit ver. Hij zit er ver. Hij zit ver. Nibali, Fuglsang, Westra, Sagan, Boom, Kwiatkowski, Renshaw, Trentin, Cancellara, Lemoine. Het is wel degelijk Cancellara, niet Cancellara. Dan Heyman en Keukelaere. Ja, Keukelaere nog altijd mee. De enige Belg. Ja, in het gezelschap. Die heeft een sprint, hè? Ja, die heeft een sprint. Stel je voor. Jens Keukelaere, die als een komeet binnenkwam. Nauker koersen, nog zoveel meer. Een grote prijs aan mij. Maar dan in de grotere koersen moest ondervinden hoe hard die stiel wel was. Ik heb het al vaker verteld, maar ik zie hem nog na sluitingstijd aankomen in de E3 Harelbeke. We zijn er met Talensky op 1.26 wordt nu maar gemeld. Maar Keukelaere is wel een internationale coureur geworden. Ja, ja. Kan beter berg oprijden, meer en meer. Vier stuks van Garmin Sharp. Er gaan er een pak zijn van dit peloton die de organisatie vanavond verwensen. Ja, nu al, hè. Bardet zit hier in het groepje. Ja. Met de witte trui. Ja. Het zit er nog wel voor Contador uit. Dat is dat wat Bardet betreft nog eens niet zo slecht. Thomas op kop. Benati dan. Meen ik van hieruit te zien. Ook zij beginnen nu aan sector 2. Daar is die kopgroep al lang gepasseerd. Hè? Aan dat punt. Zit er daar nog op, hè? 3,7 kilometer. Ja, maar gepasseerd op dat punt. Ja. Hier al Bassini voor onze neus. Wat blijven we nu lang hangen bij deze groep? Ik zou graag de espatementen vooraan volgen. Of gebeurt er niets vooraan? 2 minuten nu voor Contador. Dat is een eind, hè? Amai, maak dat maar goed, hè. Rijd maar weg in de beklimmingen. Dat is een eind, hè? Pak dat maar terug in een tijdrit. Ja, dan kan een goede Nibali op een aantal aankomsten boven al op nummer zekerheid spelen. Hè? Geen bonificatie. Ja, met andere woorden, niet brutaal reageren op uitvallen van Contador, want ik denk niet dat hij daartoe in staat is. Maar zijn ritme blijven houden en de schade beperken. In de wetenschap dat er nog een tijdrit komt. Ja, doet een hele goede zaak. Doet een hele goede zaak dat samen met nou, een hele goede Westra die daar een ganse dag voor opgereden heeft en nu nog altijd de tempo maakt hier. Heb jij Fuglsang in het begin van een ronde al zo goed geweten? Nee, handjes bovenop het stuur, makkelijk rondrijden. Gaat, moet nog niet volledig halen, mezelf kan ook de bril in de mond houden. En Kwiatkowski, die naar Polen gestuurd werd na de Dauphiné, om te zien hoe het nu met hem gesteld was. Of hij geen virale infectie opgedaan had. Blijkbaar goed. Uit ervaring weet ik dat dat snel komt. In een kwartier tijd, zo'n virale infectie. Pat de nek af. Dus het zal wel zoiets geweest zijn, want nu is hij wel degelijk terug in orde. Nog af te wachten wat dat bergop wordt. Hè? Was Summer die rol moet lossen, denk ik, hier in het groepje Talensky. Of was het Bauer? Zou kunnen. Daar rijden Poort en Thomas wat weg van Contador en Co. Dus het zou wel eens kunnen dat Contador gezegd heeft tegen, ik meen Benati, niet te fel optrekken dat tempo, want ik zit er stil aan doorheen. Ja, blijkbaar is er iets zo goed als het eruit zag in het begin van de stenen met Contador, want die kwam daar als eerste op de eerste stenenpartij door. 14, 15 graden nattigheid. 4% vet. Ja. Jongens toch. We zijn wat minder verkrampen, hè. Gaan die mannen blij zijn dat het niet voorbij is. Ik zeg het, dubbele gevoelens, hè. Nibali laten wegrijden, 2 minuten laten pakken en we zijn er nu niet helemaal. Dat zou wel eens 2,5 minuten kunnen worden als het niet naar de 3 neigt. En anderzijds Vroom kwijt. Ja. En dan alle druk op de schouders van Nibali. Als controlerende ploeg. Maar langs de andere kant moet Contador wel tijd terugnemen. En begin er dan maar aan. Renshaw ligt eraf. Heyman ook. Dat is hier vooraan, waar Westra nog altijd de tempo bepaalt met Fuglsang aan het wiel. Waar Nibali een kleine opening gelaten heeft, maar daar wel weer naartoe gaat. Ik vraag me af of Fuglsang nog meer kan. Ik heb stevast de indruk. Ja, hij gaat het bewijzen. Ja. Hij gaat nu bewijzen versnellen. En gaat Westra dan nog eens proberen om mee te gaan? Of gaat hem, ja. Westra die gezien heeft van, oh, het was net op tijd, want hij moest een bochten. Dan Kwiatkowski, dan Boom.
En Trentin ook nog mee. Wat doet de grote Zwitser nog? Nog één stukje van deze strook en dan gaan we nog naar de laatste. Dat is die van Helem bij Valers. 2-7. Talensky op 1-41. Het is Fuglsang nu. Die ment. Westra problemen. Die gaat, denk ik... Het is voorbij. Ze zijn er vanaf. En het is Boom die komt. Vinokourov met zijn dikke portefeuille. Hij zal in zijn vuistje lachen. Ja, nu wel. Boom er nog naartoe. Gaat hij nu meewerken? Dat is keukenleren. Sagan moet een sprintje eruit persen. Cancellara naar het wiel van Sagan. Ja, Cancellara zit te gokken. Lemoine nog altijd mee. Ja, met de bollen. Geen bollen te verdienen. Op 11 kilometer van het einde ziet Nibali, de onverwachte, zeker op Kasseien, hiermee vooraan in deze vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk. En beschikt Fuglsang, Jakob Fuglsang, over een daverend vormpeil. Ja, en de man die hier vandaag toch wel een enorme indruk nalaat is Lars Boom. Ik dacht dat je over Westra ging. Ja, Westra sowieso, maar... Vindt er al jaren een kanjer. Als je ziet de manier waarop Boom eigenlijk de koers hier controleert, is sterk. Makkelijk, met een kleine versnelling, tikkeltje lichter dan de rest. Hier gaan kijken, want de ongelukken zijn nooit van de wereld. Daar gaat een runner van de ploeg Valverde tegen de grond. Zou dat Rojas geweest zijn? Maar die is zo besmeurd. Moeilijk om uit te maken. Hier zien we Pino zeer voorzichtig door die bocht. Dobbert weg naar de lagere punten. Waar je snelheid verliest. Zijn die nu met vier voorop? Met vier voorop. Absoluut, absoluut. Sagan heeft dat wiel niet kunnen pakken. Daar is het verschil. Dus Keukenleer die probeert hem daar naartoe te rijden. Met Cancellara aan het wiel. En dan Sagan. En hier Lemoine. Ja, dan toch benieuwd of er bij Cancellara nog iets in de tank zit. Het zou kunnen. Maar als Boom nog een versnelling in petto heeft, dan moet je toch nog maar proberen terugkomen. Pardé. Talensky op 1,58. Contador op 2,18. Wat geeft Nibali die mannen een formidabele tik? Ja, Nibali, vooral ook mede dankzij die ploeg. Moet hij eens kijken. Ja, hij is wel mee, hè, ja, is absoluut mee. Had je dat verwacht? Nee. Gisteravond aan tafel zei van, oh, Nibali, zie dat niet goed zitten. Hij zo was geel voor zijn fiets. Ja, eerlijk wezen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar ik zag het vorige een van de kopmannen zitten. Hè. Ook niet voor Contador, moet ik eerlijk zeggen. Ik had eigenlijk meer verwacht van een Valverde bijvoorbeeld. De hel is nat en de hel heeft grote slachtoffers gevergd dan verwacht. Het is nog 3 kilometer naar de volgende strook. Dit is het groepje Talensky. En ik zie daar... bijvoorbeeld geen Jurgen van den Broek zitten. Dit is de man uit Tasmanië, Richie Poort. Ja, die moet het nu gaan doen. Hier zitten we weer bij Pino. Het is zoals de Fransen dat doen in Parijs-Roubaix. Ze maken er wat de regie betreft een hutsenkluts van. Nu toch wel een heel deel renners ook niet gezien vandaag. Hè. Geen tegenkolop, geen andere. Contador is daar zijn ploegmaat kwijt. Ja, er zit er nog eentje bij. Hè. Die is achteraan gaan aansluiten. Kijk, hier zit hem. Dumoulin zagen we daar nog zitten. Hier zit Dumoulin. Dat mag je wel verwachten, hè? Ja, maar wel hier met een klein beetje 2-1. Ah, nee, het wordt gecorrigeerd nu. 22 stond er. Ja, hij moet gewoon het ondergaan. Gewoon, hè. Hij moet gewoon meevolgen. En hopen dat die mannen voor hem uit iets sneller gaan draaien. Daar is nog altijd Benatti daarbij. Dus Nibali, voorlopig blijft hij op 1. Er zit daar gewoon mee kopwerk te doen. Ja, Nibali voelt zijn boom.
Wel. Sakan die komt er onmiddellijk aan. Die is in achtervolging van Al Passini. Ja, wel sprake, maar die zit ook al op een minuut of twee. Van Avermaat heeft zich moeten opofferen. Contador dik in de penari. Valverde idem dito. Froome is uit de wedstrijd. Jurgen van den Broeke gevallen en ook ergens in de achtergrond. Mollema ook mee ploeteren in het groepje met Contador. Ik ben de top 10 aan het afgaan. Fulsang mee vooraan. Dus gouden zaak in elk geval voor de ploeg van Astana. Want die gaan met twee man in de top 3 komen, zoals de situatie nu is. Ja, ze staan alle twee. Die mannen staan Nibali aan de leiding en Fulsang op 2 seconden. En verwonderlijk dat Cancellara en dat Sagan hier niet met mee kunnen. Hè? En hier is Westra nu uitgezakt. Ja, die is vooraan weg. Hè. Ja. Door de versnelling van Nibali zelf en door de versnelling van Fulsang. Dus moeten we concluderen dat Cancellara op dit ogenblik die versnelling, die power, die explosiviteit nog niet in de benen heeft. Nee, dat is nog maar de vraag. En ik denk dat ze weg zijn vooraan met een hele goede boom. 13 seconden, hè? Ja. Is nog speelbaar, hè? Ja, ja, toch benieuwd. Jurgen van den Broek wordt gesignaleerd in het gezelschap van Galopin en Roelands. En rijdt tussen dit groepje en het groepje Contador. Ja, dan zou daar ergens in dat tussenlandschap. Dat zou een hele goede zaak doen. Want dan zou hij voor de rest allemaal uitrijden. Dan zou er maar één van de klassementsmannen voor hem uitrijden. En kan Jurgen heel dicht komen straks. Voor zover ik mij herinner, hebben we beelden gehad van 3 camera's. Het zou het wel eens kunnen dat er inderdaad een paar mannen tussen glippen. Ja. Of nog tussen hangen, die nooit in beeld komen. We hebben net het groepje gezien waar Roelands op kop aan het rijden was. Hè. Dat hebben we gezien. We hebben daar geen Jurgen van den Broek gezien, want die kan net een beetje verder gezeten hebben. We hadden gedacht, dit wordt de dag van de Belgen. Hier ligt een kans. De Belg van de dag heet Keukenleer. Ja, de Nederlander van de dag was Westra, maar nu is het Lars Boom. Ja, en die ruikt natuurlijk ritwinst. Zit daar met die twee mannen die puur voor het klassement gaan. Nibali heeft namelijk al een etappe binnen. Daar kunnen ze bij Astana wel mee leven. Fulsang is geen afwerker. Maar zou natuurlijk wel kunnen profiteren van de aanwezigheid van Nibali. En van meneer Nibali een vrijgeleide krijgen van Demarreer in de laatste 500 meter. En doe je ding. Nou, maar dat gaat Boom zeker anticiperen. Die gaat mee zijn. Ja, oeh, dat was brutaal, dat manoeuvre. Ja, Boom gaat proberen wegrijden, denk ik, op de laatste kasseistrook. Laatste strook. Ja. Laatste strook van Wantigny naar Wallers. Nibali moet slim zijn en niet forceren. Niet de tranché daar in Bergen. Niet te gek doen. Sommigen vonden het spijtig dat de aankomst niet lag bij het buitenrijden van die tranché. Nee, dat gaan we niet doen. Het is al gek genoeg geweest. Het is goed zo. Slaughterhouse 5 was het zeker, die film. Boom. Versneld. Dat is niet meer met de bedoeling om nog te vertragen. Nee, dat is wegrijden en proberen weg te blijven. Je moet wel zorgen dat hij wat voorsprong heeft als hij van die stenen afkomt. Want met dat duo hier achteraan, alhoewel die mannen maakt die ritoverwinning niet zoveel uit. Er zijn geen bonificaties. Maar als je Nibali hier dat bezig ziet, hè, dan moet je Roger de Vlaming gelijk geven. En zeggen van die mannen moeten ook eens komen meedoen in Parijs-Roubaix. Als je wilt, kun je dat. Alhoewel, dat is dan wel over 250 kilometer. Dat is een ander verhaal. Hè. Hier is de veldrijder Lars Boom. Kijk naar die tred. Kijk naar die soepele tred. Gaat hij het dan toch eens een keertje waarmaken op het allerhoogste echelon? De aandrang was er altijd, maar de afwerking niet. Ja, we hebben van gisteravond bezig in heel vlotjes, heel rustig omgaan met alles en nog wat. Oh, ik heb nooit in een Tour de France iemand met zoveel zelfbewustheid naar zijn slaapkamer zien trekken. Klopt. Morgen onze dag. Zij, en zij nog onze. Ja, de familie was ook aanwezig, vrouw en kinderen. En bij Contador is het vrouwen en kinderen eerst. Nou, niet terug, Benatti. Ondertussen hebben ze moeten Richie Poort laten wegrijden. Dus we gaan hier. Ja, dat zit niet goed met Contador. Een algemeen klassement krijgen, dat wil hij niet zien. Dat zit niet goed met Contador. Op een aantal vreemde wezens na, daar heb je het groepje met Langeveld en met Thomas en met Poort. Dat is Talensky. En Bardet. Ja. En dat moet daarvoor Jurgen van den Broek nog zitten, zo gezegd. Op een paar vreemde wezens na zal je zeggen, want dit is het klassement na een bergetappe. Ja. Hè? En nu is het aan Boom, hè. Hij heeft zichzelf daar gemanoeuvreerd. 5 kilometer nog te gaan, solo.
dat moet speelbaar zijn. Dat kan een tijdrit rijden, hè, Boom. Ja, maar al is die Fuglsang wel verdomd sterk. Hè. En kan Nibali natuurlijk ook om een tijdrit rijden. Ja, die mannen gaan rijden gewoon voor de tijd. Hè. Niet alleen om Boom terug te nemen, maar vooral om zoveel mogelijk voorsprong te nemen. Ook bij Belkin dubbele gevoelens. Hè. Hier met deze man voor ritwinst, maar anderzijds toch ook wel met Mollema een tikje gekregen. Lekker band voor Lemoine. Oh, dan heb je alles gedaan. Dan ben je alle kasseien voorbij en dan ga je lek rijden. Ja, dan ben je Fransman van de dag. Ja. Nibali heeft wel veel gegeven. Dat zag ik daarnet aan die overname, die andere positionering op zijn stuur. En hier Sagan. Andermaal achter de feiten aan, José. Wel mee natuurlijk met de voorwacht, maar niet voor winst. Nee, je zou denken wanneer hij op de fiets zit, het gaat allemaal vanzelf. Maar het gaat helemaal niet vanzelf. Hij moet er ook voor werken. De stijl blijft, want de kracht is een beetje weg. En Boom, ja, die is helemaal ontketend. Lars, Antonius, Johannes Boom. Zo was het toch, hè? Zie ik er het spandoek van de 4 kilometer hangen. In alle categorieën wereldkampioen in de cross. Winnaar van de Eneco Tour en nog zoveel andere mooie dingen. Etappenwinst in de Ronde van Spanje, herinner ik mij. Dat is Jan Doria al in 2009, maar wel als eerstejaars. Toen ook wel winnaar van de Ronde van België. Ja, die mannen zijn niet meer bezig om Boom terug te nemen. Zo. Die zijn bezig vooral om aan de finish te komen. Boom helemaal ontketend. 2,27 op Contador. Gaat Nibali hier straks 2,5 minuut nemen op Contador? Dat ziet er naar uit. Dat had zelfs Contador niet kunnen denken. Nederland wint. Nu toch. En volkomen terecht krijgt Nieuwe Westra de prijs voor de strijdlust. Fransen zijn rechtvaardig geworden. Cancellara wat onmondig. Ja, de etappe waarvoor hij naar hier gekomen was. Daar staat nog het ruitje van Lemoine op 36 seconden. Maar dat mag je dus schrappen, want die is net lek gereden. En Boom. Echt nu op volle kracht. De zeilen volledig opengetrokken. Ja, Grant Thomas is vol in de zeilen. Met Richie Poort, waarbij Talensky probeert te komen aansluiten. Omdat ze beseft hebben. Je voelt dat met name, vooral in de tussenstrook. En als je naar zo'n contador gaat rijden, je longt daar even naar dat die verkrampt zit. En dat er nog wel wat mee te doen valt. Die op achterstand zetten met name. Ja, ja, ze zijn hier. Er zijn tientallen jasjes uitgedaan. En dat gaan we straks nog maar zien wanneer we het klassement in ons handen krijgen. Nee, wie waar staat, want we zijn nog, nu spreken we over een paar renners die we zien. Oh, we zijn er een stuk of 10 kwijt. Waar we eigenlijk geen sikkepit meer van gezien hebben. Dat zullen we hier moeten opvangen aan de streep. 13 seconden is het verschil. Boom op deze mannen. Nog 3 kilometer voor de groep Sagan Cancellara. Westra, Sagan, Cancellara en Keukeleire. De Keukeleire, een eminente stijl. Vergelijk dat maar eens met de anderen. Bij de meeste anderen zit er wel wat beweging op. Bij hem geen sikkepit. En Boom, die ruikt de mooiste overwinning uit zijn carrière tot dusver. Ook al zal hij misschien wel zeggen, nou die titels, die horen er ook wel bij. Ja, maar die weet dat Lars Boom bij hem thuis vroeger al een tweede kamer moest openen, aansnijden om al zijn trui op te hangen. Hè? Dit is toch wel een speciale etappe. Zo. Mag je wel zeggen. Vanwege de heroïek. En het is op, hè? Het is bij iedereen op. Ouderwets, weet je wel. En dat klinkt altijd wat mooier. Dat oogt altijd zoveel mooier. Hier is Talensky. Ja, die vecht om bij Richie Poort te blijven, kan daar niet bij komen. Heeft daar een enorme steun. Daar zagen we nog een groepje voor rijden. Aan Jeroen Thomas. Maar daarvoor ook nog een groepje. Ja, dat moet in het groepje Roeland zijn. Kunnen we daar eens even naartoe, meneer de regisseur? Ja, we gaan ze er onmiddellijk zien. We gaan hier lang moeten wachten. We gaan hier aan de aankomstlijn kunnen kijken. Dat is namelijk altijd een mooi beeld. Want dan doet Van den Broek na Nibali een formidabele zaak. Mag je wel zeggen. Laten we hopen dat hij daar zit, dat we daar een bevestiging van krijgen. En zo niet meteen in beeld, straks aan de streep. Lars Boom heeft dit seizoen nog geen wedstrijd op zijn actief, maar begint het wel te beseffen. Deze is voor mij. Had een rotstart door in Parijs-Nice een elleboogbreuk op te lopen. Hier zien we Contador in een poging om een gaatje te dichten, maar moet dan op de trappers gaan lopen. Grimassend. Dat is pijn verpijten, hè? Er wordt hier op achterstand gereden, lost hij uit dat groepje? Ja.
Nog een kilometer voor Lars Boom. Ja, dit is toch wel een triomf, hè? Voor Boom zelf. Moet een geweldig gevoel geven. Begon uitstekend aan het seizoen. Reed een formidabele omloop in het Nieuwsblad, maar reed daar lek op een wel zeer ongelukkig moment. Was daar een van de betere in de koers. Hij heeft 18 seconden voorsprong, met andere woorden, dat had u al langer begrepen. De klus is geklaard. Ja, en dat gaat de contractonderhandelingen alleen maar vergemakkelijken, een beetje. Absoluut. Het is een welgekomen overwinning. De Piet Hein van de dag is Lars Boom. Nog 500 meter. Ook al is het niet die legendarische piste van Roubaix, maar hier aankomen op het grondgebied Arenberg, ook al het naam als een klok, dat doet natuurlijk wel wat met een mens. Hij die in een mum van tijd de cross ging domineren, koos dan voluit voor het wegwielrennen. Het ging met horten en stoten, met heel veel verwachtingen. Het vaak net niet afmaken, wel ereprijzen. Maar een rit in de Tour winnen, vooral op deze bodem, voelt aan als een klassieke zege. Lars Boom wint een veelbesproken etappe van Ypres naar Arenberg en heeft dat met kunde en verve geklaard. Lars Boom op 1. En dan de man van de dag. Hier komt Nibali, die buiten alle verwachtingen de beter was op de kasseien. Die dat meteen liet blijken van ik kom hier makkelijker overheen dan al mijn tegenstanders. Froome is weg. Contador is op 2 minuten een stukje de keel overgesneden. Maar hij wordt hier wel derde na Fuglsang. En dan de man die we hier verwachten. Cancellara en Sagan met Keukelaar en Westra. Die ruim zijn werk gedaan heeft onderweg. Hier in een sprintje voor de... Is het vijfde plaats? Vierde plaats. Vierde plaats. Vierde plaats. Cancellara wint. Sagan zal dat wel afmaken, zeker. Maar nog een stukje zekerder zijn van Groen. Al moet hij rekenen, afrekenen met Keukelaar. Want die is inderdaad ook wel verdomd snel. Maar Sagan weet goed te reageren. En gaat het hier afmaken voor vierde plaats. En met andere woorden voor Groen. Een goede zaak doen. Voor Cancellara op 5. Keukelaar is de eerste Belg op de zesde plaats. Dan zien we Kwiatkowski binnenkomen. Ook een goede zaak. En dan Westra. En daar is Matteo Trentin. Dat moet dan de negende zijn als ik dat goed geteld heb. Ja, en dan is Gins Lemoine, denk ik. Dat is de ongelukkige Lemoine. Maar dat is al op 1.24. De tijd gaat snel, hè. Op 1.24. Nibali binnengekomen op een 20-tal seconden. Daar komt het groepje 19. Van den Broek binnen. Ja. Jurgen van den Broek komt hier aan. En dat moet op Lars Boom een minuut of twee zijn. Lemoine. De betere Fransman. Kijk naar dat aangezicht. Daar heb je Jurgen van den Broek. Met Tony Martin, een van de eerste ontsnappers. Met Van Marken die juicht. Plaatsvervangende vreugde voor zijn compaan. Voor zijn gezel. Op 2 minuten en 1 seconde. Jurgen van den Broek, goede zaak in het klassement. Van Marken toch wel een beetje met gemengde gevoelens. Uiteraard blij door de overwinning van Lars Boom. Maar was zelf heel goed. En die Richie Poort nu. Boom niet tussen de mensen vooraan in het klassement. Dus ga ik ervan uit dat Nibali het geel houdt. Thomas is binnen op 2.21. Hier een groepje met Van Garderen. Van Garderen, Talensky. Daar zal ook Valverde bij zitten, meen ik. Op 2.30. Was dat Valverde wel? Ik vraag het denk af. Het niet. Daar komt nu Alberto Contador. Daar is de streep. Dat is inderdaad ruim 2,5 minuut die hij prijsgeeft aan Nibali. Hier komt Mollema binnen op 2.46 van zijn ploegmaat Boom. Het is Benatti die inderdaad hier aan boord gebleven is. Maar dat is wel een sneer van een volle 3 minuten. Dat is 2 minuten en 35 seconden die Contador verliest op Vincenzo Nibali. Nee, de Tour is niet gereden. Nee, maar Nibali heeft wel een formidabele zaak gedaan. Jurgen van den Broek is 16e op 2-2 van Boom. 1 Boom, 2 Fuglsang, 3 Nibali, 4 Sagan, 5 Cancellara, 6 Keukelaar, 7 Kwiatkowski, 8 Westra, 9 Trentin en 10 Lemoine. Ja. Wat een wedstrijd.